Aan niets overleden is de titel van een Caribische film van de hand van regisseur Raimi Sambo, die morgenochtend in première gaat. Deze film moet volgens de regisseur en producers voor meer openheid en begrip zorgen. Aan niets overleden. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Aan niets overleden is het verhaal van een moeder en een dochter die in huis wonen. En die moeder die heeft een zieke zoon. Die lijdt inmiddels aan AIDS. Hij is ziek geworden. Ze heeft hem gewoon in huis gehaald en hem daar gewoon verborgen voor de rest van de buitenwereld. Dat men niet ziet wat er van hem geworden is. En op een dag komt de beste vriend van die jongen, van vroeger, die komt aanbellen. En die wil eigenlijk iets vertellen aan die jongen. En dan komt hij in dat huis, waarbij er een ontzettende spanning ontstaat tussen de moeder en de bezoeker. Een van de dingen is bijvoorbeeld dat de moeder zegt van, hij is een businessman geworden in China. En dan zegt die jongen, ja, maar dat is een beetje raar. We hebben kunsten gestudeerd, dus het is raar dat hij plotseling. Dus hoe meer de bezoeker haar tegenpraat, hoe meer de moeder ervoor zorgt dat ze dieper eigenlijk de leugens in gaat. En daarom zeg jij als regisseur en de producers van deze film dat de taboe doorbroken moet worden hiermee? Nou, taboe doorbreken is altijd heel erg lastig. Het is natuurlijk een poging die je waagt. Maar ik vind het belangrijk om over dingen te praten. Ik vind het belangrijk om mensen bewust te maken van de wereld waarin we zitten. Soms leven we ons leven en we zeggen, dat is normaal. Sommige dingen zijn niet normaal. Ik vind het belangrijk om te praten over bijvoorbeeld, ik weet hier in Suriname, dan heeft men het over K. Men noemt de naam van de ziekte niet, omdat het gewoon men een soort angst heeft daarvoor. Terwijl ik denk van, en misschien is het heel Hollands gedacht, soms moet je dingen aangaan om ook later dat beter te kunnen verwerken voor jezelf, vind ik. Regisseur Sambo. Hij maakt theater dat mensen aan het denken zet. De première van de film in TBL Cinemas is speciaal voor scholieren en mediawerkers. Na afloop kunnen de bezoekers in gesprek gaan met de regisseur en een speciale gast over wat hen opviel, ontroerde, boos of verbaasd maakte. Sambo geeft verder aan dat de film bestemd is voor alle landen waar er een schaamtecultuur bestaat. Suriname, Antillen, maar ook in Brazilië, ook in Marokko. Er was laatst een jongen die kwam uit Argentinië. En die hebben allemaal zoiets van, die moeder in die film, dat is onze moeder. Een moeder die zo erg bezig is alles te verhullen, dat je niet weet wat er gebeurt en eigenlijk ook heel veel erbij gaat liegen. Deze film is al vertoond in Nederland. Hij is in Nederland is in juli was hij uitgekomen. En toen was hij zo goed ontvangen. Toen hebben we hem opnieuw uitgebracht in oktober tijdens de Black Achievement Month. En toen wilde Curaçao hem heel graag hebben. Toen wilde Bonaire hem heel graag hebben. En toen kreeg ik een brief van de Nederlandse ambassade hier in Suriname. Die een van de sponsoren is. Die wilde het heel graag hebben. En we zijn hier nu. Ik wil even iets vertellen over de naam Aan niets overleden. Die heb ik van een vriend van mij, André Reder, een Surinaamse documentairemaker. En die heeft een documentaire gemaakt waarbij hij op bezoek ging naar bij families van vrienden van hem die aan AIDS waren overleden. En toen had hij een broer van een van de jongens aan de lijn en hij vraagt zo van, waar is hij aan overleden? En die jongen reageerde meteen, aan niets, hij is aan niets overleden. Dus dat was zo veelzeggend dat ik meteen tegen André zei, ik wil dat gebruiken. Ik heb namelijk eerst als voorstelling uitgebracht. Ik wilde dat toen meteen gelijk gebruiken als naam van mijn voorstelling. En nu, ik wilde een blijvend document hebben. Kijk, een voorstelling gaat weg. We weten het in onze herinnering. Maar een film is blijvend. En zolang de schaamtecultuur er is, kan deze film vertoond worden. Raimi Sambo, regisseur van Aan niets overleden. Op 10 december, de internationale dag van de mensenrechten, besteedt ook Suriname extra aandacht aan het recht op een menswaardig bestaan en beleving van belangrijke vrijheden. Een goede aanleiding om de film op 9 en 10 december in Nikeri aan te bieden aan honderden scholieren in samenwerking met Stichting SARI. Uit onderzoek blijkt dat jongeren in dat district behoefte hebben aan extra informatie over seksualiteit en het thema HIV.